Hoe hebben we het meest gezochte deeltje ter wereld gevonden? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik ben natuurkundige en uh, ik vind hoe de natuur in elkaar zit fantastisch. Ik kan echt genieten van een zonsopgang of van een regenboog of allerlei andere dingen die de natuur zo mooi maakt en die je ook vast kent. Maar ik hou ook van extremen. En uh, ik ben gefascineerd door te kijken naar dingen die bijvoorbeeld veel groter zijn dan de menselijke schaal. En dan kom je bijvoorbeeld bij de aarde, de studie van de aarde. Of nog groter, wat we ook in de natuur kunnen natuurlijk wel goed kennen: uh, het planetenstelsel. Of nog groter, een, een uh, sterrenstelsel. Of st clusters van sterrenstelsels. En uiteindelijk. Ga je naar de beschrijving van het universum als geheel, het hele universum, kunnen wij het universum begrijpen? Dat vind ik wel fascinerend. Mijn echte vak is echt de andere kant op. Ik ben een deeltjesfysicus, dus ik ben meer bezig met wat gebeurt er als je dingen kleiner maakt. Kun je inzoomen? Wat kom je dan tegen? Dan kom je cellen tegen, maar bijvoorbeeld ook DNA. Maar waar is het DNA weer uit opgebouwd? Dat zijn uit uh, moleculen. En waar zijn die moleculen weer opgebouwd? Dat zijn uiteindelijk de elementaire deeltjes. En wat ik nou zo fascinerend vind, is dat die extreme, het heelal aan de ene kant, en die elementaire deeltjes aan de andere kant, dat die raakvlakken met elkaar hebben. Dat we eigenlijk voor de vraag staan, kunnen we het universum, het, de evolutie van het universum, hoe het universum is ontstaan en waar het toe heeft geleid, begrijpen? In termen van die elementaire deeltjes? Dat vind ik de meest fascinerende vraag die we nu hebben. En dat is: die hele extreme werelden worden weer bij elkaar gebracht. Het universum is ontstaan ongeveer 14 miljard jaar geleden. met een enorme knal, de oerknal. En in die oerknal kwam veel energie vrij. en uit die energie waren allemaal deeltjes geboren, elementaire deeltjes en uh, het heelal is afgekoeld en die elementaire deeltjes konden samenklusteren, samenklonteren na 380 jaar, 1000 jaar na de oerknal ontstonden de eerste atomen en uiteindelijk zijn daar ook structuren in het universum ontstaan en uiteindelijk ook de aarde en 4 miljard jaar geleden en staan wij hier op de aarde. In die oerknal, welke elementaire deeltjes zijn er eigenlijk gemaakt? Nou, die kunnen we bestuderen met onze microscopen. We kunnen gaan kijken wat zijn dat voor elementaire deeltjes. En dan wil ik met jullie het verhaal vertellen van de speurtocht naar de elementaire deeltjes van de vorige eeuw. Het atoom, dat kent u misschien wel, bestaat uit een atoomkern. Daar hangt hier trouwens een model voor. En hier ziet u de atoomkern en daaromheen zwermen elektronen. Een elektron de elektronen zijn echt speciale deeltjes, want dat zijn wat we noemen elementaire deeltjes. Die kun je niet kleiner maken. Althans, met de meetapparatuur die we op dit moment tot de beschikking hebben, zien we geen substructuur. Ze, zijn, ze gedragen zich als elementair met de resolutie die we op dit moment kunnen bereiken met de apparatuur. Dat geldt niet voor de atoomkern. De atoomkern, ontdekt in 1911 ongeveer in Manchester, bestaat uit kleinere deeltjes, protonen en neutronen. En samen maken zij een atoomkern op. Maar ongeveer in 1950 is ontdekt dat een proton en een neutron geen elementaire deeltjes zijn, want ze hadden een bepaalde grootte. Er werd gemeten dat die deeltjes grootte hebben. En als iets een bepaalde grootte heeft, dan kun je het openbreken en dan kun je kijken wat daar weer in zit. En inderdaad, zo rond 1970 werd ontdekt dat in dat proton en in dat neutron uh, nog kleinere deeltjes zitten en die noemen we quarks. En in het proton zitten twee typen quarks: het up en het down quark, een U en een D. En in het neutron zitten ook up en down quarks, een U en een D, maar net even een andere hoeveelheid. En dan kun je vragen van: uh, uh, is dit de materie? Ja, dat is materie waaruit U en X zijn opgebouwd. Dat zijn de elementaire deeltjes: het elektron, het up quark en het down quark. Maar dan kunt u zich afvragen. Zijn dat alle elementaire deeltjes of zijn er nog meer gemaakt in die oerknal? Nou, dat kun je nagaan door als het ware een kleine oerknal te, opnieuw te maken in deeltjesversnellers, waarbij je deeltjes op elkaar laat botsen uh, en zoveel energie geeft, zodat je eigenlijk weer opnieuw een klein oerknal terugcreëert. En wat er in de loop der geschiedenis is ontdekt, is dat er nog veel meer elementaire deeltjes uh, gevonden werden. Er werden broertjes of zusjes, hoe je het noemen wilt, van het elektron gevonden. Dat uh, hebben een exotische naam, dat heet het muon of het tauon. Maar de quarks hadden ook broertjes en zusjes. Het uh, strange quark, het charm quark, ontdekt in 1974. Later ook het bottom quark, ontdekt in 1978. En ook het top -quark, het meest zware elementaire deeltje wat we kennen, in 1995 in Amerika. En daarmee hebben we dus een hele familie van elementaire deeltjes die bestaan. en uh, die we in de natuur uh, terugzien. Die deeltjes die voelen elkaars aanwezigheid. Die voelen hoe ze met elkaar wisselwerken. We noemen dat krachten. En uh, de beschrijving van die krachten heeft jarenlang geduurd. voordat we daar uh, begrip in hadden. Maar uiteindelijk is dat gelukt. en dat is precies wat ik hier op mijn T-shirt heb staan. Deze T-shirt. Ik wil dat niet met u uh, in detail bespreken. Uh, geeft de formule aan uh, hoe alle elementaire deeltjes die ik liet zien. met elkaar wisselwerken op een bepaalde manier. En inderdaad, die blijkt uh, verschrikkelijk goed te kloppen. Dus eigenlijk kloppen heel veel details. Maar er zijn wel twee vragen. Het dogma-materie wordt niet door deze formule bes beschreven. Dat wil zeggen, deze formule kan niet compleet zijn. En we weten niet zo goed hoe we deze formule wel compleet moeten maken. Een ander ding wat we niet goed weten, is uh, iets wat uh, gaat onder het uh, Higgs-mechanisme. En daar wil ik graag uh, even met u over uh, spreken. Want dit standaardmodel is eigenlijk voor het eerst opgeschreven in rond 1970, die uh, voorspellingen kon doen. En dat is uh, gedaan door uh, twee Nederlanders, Martinus Veldman en Gerard het Hoofd uit Utrecht. En beide hebben ook daarvoor de Nobelprijs ontvangen in 1999. Dat was een, een mooi moment. En um, wat zij hebben gedaan is een uh, prachtige wiskundige theorie, dus deze theorie opgeschreven. Maar er zit één probleem in: er zit geen massa-term voor deeltjes in. Er staat nergens een M. Er staat nergens wat massa van deeltjes is. En zodra je een massa voor deeltjes in de theorie bracht. Ik kan u dat niet in detail uitleggen, maar dan gaan dingen gruwelijk mis. En ja, hoe moest je dat dus oplossen? Hoe kreeg je toch massa in je theorie zonder dat je het, de consistentie daarvoor um, laat varen? Nou, daarvoor werd het Higgs-mechanisme van stal, stal gehaald. Een theorie eigenlijk ontwikkeld door Pieter Higgs in 1964, dus eigenlijk wat jaren eerder. Zoals ik al zei, in deze, in deze um, uh, formule staat geen massa. Dat wil zeggen dat eigenlijk de deeltjes die beschreven worden door deze theorie helemaal geen massa hebben. Maar hoe ziet de wereld eruit als deeltjes geen massa zouden hebben? Dan zouden ze, dat heeft ook Einstein voorspeld, dan bewegen ze zich voort met de snelheid van die van het licht. Dus uh, we hebben een consistente theorie. Maar die theorie voorspelt alleen dat de deeltjes geen massa hebben. Elk deeltje is massaloos. Elk deeltje vliegt met de lichtsnelheid alle kanten op. Dat is niet hoe de werkelijkheid eruit ziet. Dus er moet iets zijn wat die deeltjes als het ware tegenhoudt. En daar komt het, uh, de theorie van Pieter Hicks tevoorschijn. Wat hij zei was: Nou, stel je eens voor. Dat het, dat het, het vacuüm, de ruimte zelf, niet leeg is, maar dat de ruimte gevuld is met een substantie, een bepaalde stroop. En die deeltjes die door de ruimte heen bewegen, die voelen die stroop. En daardoor wordt ze een beetje tegengehouden. Daardoor gaan ze niet meer met de snelheid van het licht, maar gaan ze wat langzamer dan de snelheid van het licht. En het ene deeltje voelt de uh, aanwezigheid van die stroop wat beter dan het andere deeltje. Daarom wordt het ene deeltje wat meer afgeremd dan het andere deeltje. En daardoor zeggen we dat het ene deeltje wat zwaarder is dan het andere deeltje. Laat ik u dat proberen uh, aanschouwelijk te maken met uh, dit uh, aquarium, waarin u zich dus moet voorstellen dat... Uh, uh, dat Higgsveld, wat uh, hier um, uh, uitgebeeld wordt door het water zelf, overal in de ruimte zit. En dat uh, verschillende deeltjes, ik heb hier even twee deeltjes. <laughs> het ene deeltje snijdt makkelijk door die ruimte, door dat uh, stroop of door dat water in dit geval heen. En die voelt dus die aanwezigheid van het Higgs-veld, nauwelijks. En dat is dan ook een deeltje met een lage massa, een licht deeltje. Bijvoorbeeld een elektron. Maar een ander deeltje, bijvoorbeeld de topkwark, voelt de aanwezigheid van uh, dat water heel stevig. Die voelt de aanwezigheid van het uh, 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 Higgsveld heel sterk. Wordt meer afgeremd en daardoor zeggen we dat het een hoge massa heeft. Dat is eigenlijk wel een heel gek beeld. Hè? Dat betekent dat we een heel nieuwe manier hebben waarop we massa beschouwen. Beschrijven. Eigenlijk, waarom heb ik een massa? Ik heb een massa omdat ik door een Higgsveld heen ploeg. En dat Higgsveld houdt me tegen en dat geeft mij mijn massa. Dat is wel fascinerend. Maar dan kun je wel afvragen: ja, heeft het eigenlijk wel wat hij zegt? Klopt dat wel? Heeft Pieter Higgs wel gelijk? Nou, dat is ook wel aardig, omdat we kunnen, als je zegt dat er overal een Higgsveld is dan uh, zegt de kwantummechanica, de theorie waar we het hier over hebben, zegt dat er ook golfjes op uh, uh, het Higgsveld uh, kunnen zijn. En die golfjes, die gewoon uh, hier weer worden weergebeeld als, uh, als watergolfjes, dat is het Higgs-deeltje. Dus het Higgs-deeltje is eigenlijk een rimpeling van het Higgs-veld. En het Higgs-veld, moet u zich voorstellen, uh, zit in onze hele ruimte en uh, uh, het deeltje is het, uh, uh, de golf of de rimpeling op, uh, op dat water. En ik vind wel een heel mooie analogie. Het is een beetje alsof wij mensen zijn als vissen. En ja, wij zijn vissen. En wij hebben eigenlijk ontdekt door te kijken naar de rimpelingen van het wateroppervlak, hebben wij ontdekt dat we in water leven. Of het zou hetzelfde zijn als een vis. Hoe moet een vis nou weten dat hij in water zwemt? Dat weet de vis helemaal niet. Wij wisten niet dat we in een Higgsveld leven. Maar door naar de rimpelingen te kijken kan de vis achterhalen dat hij in het water zit. Dat wij, omdat wij het Higgsdeeltje hebben ontdekt, hebben we geconcludeerd dat wij door een Higgsveld heen uh, leven dat ons de massa geeft. Dat geeft wel aan hoe bijzonder, bijzonder dat Higgsdeeltje is. En dat higgs deeltje, dat hebben we gevonden bij de Large Hadron Collider. De Large Hadron Collider, die kent u wellicht. Dat is een collider waarin deeltjes rond worden gesuist in een uh, buis van 27 kilometer uh, omtrek in de buurt van uh, Genève. En je kunt door die buis heen fietsen. En het duurt heel lang uh, voordat je dan één rondje maakt. Maar die deeltjes die maken 11.000 rondjes per seconde. En uh, uiteindelijk worden ze op elkaar gebotst en, uh, en uh, een aantal keren van die botsingen worden dan die nieuwe deeltjes, hè? dat is een soort oerknal die je eventjes opnieuw maakt, en een enkele keer wordt er in die oerknal dan ook daadwerkelijk een Higgs deeltje gevonden. Deze ontdekking die is uh, gemaakt in uh, 2012 en uh, dat was wel een mooi moment, want Pieter Higgs die leeft gewoon nog. En uh, die was ook bij dat moment op CERN. Dan wil ik graag even laten zien het moment van het bekend worden van het uh, Higgs-deeltje op 4 juli 2012. Misschien kunnen we even naar kijken. Als een leeman zou ik nu zeggen: Ik denk dat we have it. You agree? Yeah. het hebben. U accepteert? Dat is de directeur van CERN. <applause> en dit is Pieter Higgs. Uh, <laughs> Really an incredible thing that has happened in my lifetime. It's taken. Dit <laughs> taken... <Ja. applaus> vonden wij wel een ontroerend moment natuurlijk. Wij hadden natuurlijk verschrikkelijk hard uh, gewerkt om uh, dat, die rimpeling in het vacuüm zichtbaar te maken, om dat Higgsdeeltje zichtbaar te maken. En uh, dat is eigenlijk na een voorspelling van hem uit 1964. Het is wel uh, prachtig. En dan kun je je afvragen, nou zijn we daarmee klaar met onze natuurkunde? Is dit nou de formule waarmee we uh, het universum kunnen beschrijven in termen van zijn elementaire deeltjes? Dat was waar we zo graag uh, op zoek naar zijn. Ja, en dat antwoord is toch wel nee. Um, u kunt zich misschien voorstellen: een van de dingen die Veldman mij altijd vertelde, dat Higgs veld, wat dus overal in de ruimte aanwezig zou moeten zijn. Representeert ook een bepaalde mate van energie. Maar energie is weer massa, en door massa wordt de ruimte gekromd. En de energiedichtheid is zo groot, dat is deze term hieronder, dat uh, uiteindelijk de, het universum zou worden opgekruld ter grootte van een voetbal. Uh, door die aanwezigheid van het Higgs-veld. Maar ja, het universum is niet zo groot als een voetbal, het universum is veel groter. En. Wij weten dus eigenlijk niet wat nou het mechanisme is wat het universum zo groot houdt. Dit is een onopgeloste vraag. We zien hier geen donkere deeltjes in deze formule staan. We weten niet. Uh, misschien dat de donkere deeltjes juist wel een oplossing geven voor het probleem wat ik net schetste. We hebben we geen antwoord op. Dus ik laat u een beetje in verwarring achter in dit college. Maar dit zijn wel de vragen die wij onszelf nu stellen. Dus als je vraagt hoe hebben we het meest gezochte deeltje ter wereld gevonden. Dat is een speurtocht op zoek naar die bouwstenen van onze materie. We zijn een stap verder gekomen en we hebben het Higgs deeltje ontdekt. Maar uiteindelijk zijn we nog lang niet bij het eind en valt er nog veel meer te ontdekken.